De renovatie van de derde etage is nu helemaal voltooid. Voor de ramenkleding van alle kamers heeft Pauline een passende oplossing gevonden. Er zijn heel veel mogelijkheden om je raam te voorzien van raamdecoratie. Maar welk type kies je nou voor welk raam? Nou, hier staan we bijvoorbeeld in de entree. En dit raam heeft eigenlijk uitzicht op de binnenplaats, maar heeft ook inkijk. Ja, wat kies je dan? Eigenlijk iets waar je multifunctioneel mee bent. Ik sta hier bij een mooie jaloezie van Sonnelux en daar kan je alle kanten mee op. Eigenlijk als je optimale daglicht wil binnen laten stromen, trek je hem helemaal op. Wil je toch wat meer beschermd, laat je hem gewoon zakken. Maar je kan hem ook kantelen, waardoor je wel lichtinval hebt. En dat je evengoed een beetje naar buiten kan kijken, maar je zit toch beschermd voor de buren. In deze gezellige, maar compacte gastenkamer moesten we effectief met de ruimte omgaan. Daarom hebben we gekozen voor een vouwgordijn in een mooie stof. In de kleuren die overal in het huis terugkomen. We hebben het vouwgordijn in de dag opgehangen, zodat je genoeg ruimte overhoudt om om het bed heen te lopen. Nou, de master bedroom wilden we heel sfeervol maken. Maar ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat heeft wel te maken met de keuzes van materiaal. Om te beginnen hebben we gekozen voor een prachtig voile vouwgordijn. Hiermee maak je eigenlijk het licht wat zachter en de hardheid van het glas vervaagt daardoor. De sluitgordijnen hebben we gevoerd met een dimhoutstof, zodat de stof lichtdicht is. Nou, de structuur van de stof vind ik zelf heel erg mooi, omdat alle kleuren die we hier gebruikt hebben erin terugkomen. Mooie, rijke uitstraling. En het hoofdbord, dat zeker niet te vergeten, want het hoofdbord heeft een beetje een gemeleerde vloers, een beetje een geschoren vloers, wel levendig genoeg en met een prachtige vleugel.